Mijn naam is Wilbert Pijnenburg. Ik ben commercieel directeur van InfoSecure. En InfoSecure, het enige wat wij doen is aandacht geven aan de menselijke factor van informatiebeveiliging. Dus 100% activiteit van onze organisatie. Wat we vandaag gaan doen is niet alleen kijken naar security awareness in het algemeen, maar we gaan eigenlijk kijken naar het stukje storytelling, gamification en engagement en wat dat uiteindelijk voor effect kan hebben op de effectiviteit van je bewustwordingsprogramma. Dus we gaan heel specifiek inzoomen. Dan moet hij het in principe doen als ik hem aanzet. We gaan even kijken naar een aantal incidenten. Binnen de informatiebeveiliging zeggen we eigenlijk altijd, ja, het is mens, organisatie en techniek. We zijn hier op een beurs. 99% van alles wat je hier ziet is technologisch georiënteerd. Maar ja, waar blijft nou die menselijke factor? En als je dan naar een aantal van dit soort incidenten kijkt, die we hier zien, dan zien we, nou ja, het bekende functie elsewhere. Het wachtwoord welkom 2020, maar in principe ook de inbraak zeg maar, bij het NATO-overleg, waar onze minister van Defensie een post-it papiertje op de monitor had geplakt met een wachtwoord. En ook die post-it dan nog eens zelf op Twitter ging zetten. Dat is dan weer minder handig natuurlijk. Dat zijn eigenlijk allemaal menselijke incidenten. En kijken we dus naar de praktijk, dan zien we eigenlijk dat 70% van al de incidenten veroorzaakt wordt door menselijk gedrag. Maar kijken we dan naar de investeringen, ja, dan blijkt dat er een schamele 1% wordt besteed aan dat menselijke gedrag. Nou, volgens mij zit er een enorm gap tussen die twee. Kijken we nu eigenlijk wat er in de praktijk gebeurt, dan is niemand hetzelfde. Bedrijven zijn niet hetzelfde. De meeste bedrijven zitten ergens op een ander aspect van de volwassenheid van security awareness. Nou, dat hebben we een beetje geplot op 5 levels. Loop ik heel snel door die levels heen. En ik moet echt gaan zeggen, de komende 5 sheets, er staan heel veel tekst staat erop. Dat is niet de bedoeling. Achteraf zullen we de handouts ter beschikking stellen. En kunnen jullie dat nog eens downloaden. Want dat volwassenheidsmodel van security awareness is volgens mij heel interessant. En iedereen zou zichzelf daar ergens in kunnen plotten. En op het eind van de 5 levels ga ik aan jullie even vragen van waar denken jullie dat jullie zelf zitten met jullie bedrijf. Nou, de eerste, het is een CMM volwassenheidsmodel. Heel simpel, ad hoc. Wordt niet zo heel erg veel gedaan. Als je geluk hebt, hebben we het eens een keertje op de agenda gezet. De security officer die is zowel initiator als vaak uitvoerder. Die security officer die maakt eens een keer een presentatie. Die doet 1 keer per jaar doet hij een keer een presentatie. Voor de verdere rest is er nog weinig management commitment. Er is waarschijnlijk ook niet heel veel geld om aandacht te besteden aan de menselijke factor. Ja, en er wordt eigenlijk helemaal niets gemeten. Level 1 zijn in principe niet zo heel veel bedrijven meer die op dat niveau zitten. Level 2 wordt het misschien al een klein beetje serieus genomen. Precies nog steeds compliance georiënteerd. Nog steeds die security officer die zowel de uitvoerder is. Alleen wat je hier een beetje ziet, het is niet meer helemaal ad hoc. Dat het eigenlijk zich nooit meer voordoet. Maar er zit wel een bepaalde herhaling in. Nog niet heel structureel, maar het staat toch op de agenda. En heel af en toe wordt er aandacht aan besteed. Zeg maar level 2. Hebben we in Nederland best wel veel bedrijven die bij wijze van spreken op dat niveau zitten. Bij level 3 wordt het een beetje serieus. Dan begint het een soort proces te worden. Dan beginnen we inderdaad nieuwe medewerkers ook standaard bij een introductie aandacht te geven aan informatiebeveiliging. Dan weten ze wat de policies zijn. Dan weten de medewerkers wat richtlijnen zijn. Dan zie je langzamerhand een beetje verschuiven. Dat niet alleen die de security officer zeg maar verantwoordelijk is, maar dan komt er een soort teampje, een projectteampje. Die is verantwoordelijk, die bedenkt de onderwerpen en die voert uit. Nou, dat is eigenlijk een beetje waarvan wij zeggen, ja, hier begint het al een beetje volwassen te worden. We meten nog niet te veel, maar we meten participatie. Wie heeft er deelgenomen? Dat vinden we al heel wat dat we dat kunnen zeggen. Ja, en heel af en toe doen we eens een phishing testje, als je geluk hebt. En hebben we een praktijktest gedaan. Bij 4 maken we eigenlijk een beetje de overstap van bewustwording en training, focus op kennis, naar langzamerhand meer focus op gedragsverandering. Hier begint het al een beetje serieus te worden. Hier hebben we management commitment,
Hier hebben we echt de verantwoordelijkheid neergelegd bij lijnmanagement. Hier begint langzamerhand, hebben we een analyse gedaan van de incidenten. De incidenten die zijn te relateren aan menselijk gedrag en niet alleen maar aan techniek. En je begint hier langzamerhand effectiviteitsmetingen door te voeren die gebaseerd zijn op gedrag. Dus hier begin je al redelijk volwassen te worden. En de laatste, Holy Grail, zijn er maar heel weinig van in Nederland. Langzamerhand is de medewerker centraal gekomen. De medewerker wordt ook echt continu betrokken bij de ontwikkeling van die programma's. Eigenlijk is alles perfect doorgevoerd. Policies worden ook echt beoordeeld op werkbaarheid. Dus er is echt overleg met medewerkers van is het eigenlijk werkbaar wat we van de medewerker vragen. En die effectiviteit die wordt inderdaad gemeten. Nu mijn vraag aan jullie. Jullie hebben dit een beetje aangehoord, je hebt het in je hoofd een beetje laten landen. Wie denkt er binnen deze zaal dat die binnen het bedrijf op niveau 5 zit? Ga een stapje lager. Wie denkt er die er in deze zaal op niveau 4 zit? Nou, een beetje vergelijkbaar met gisteren, paar vingers. Is al heel bijzonder trouwens. Hè? Wie denkt er dat die op niveau 3 zit? Niveau 2, dat is allemaal potentiële klanten zie ik. Niveau 1, en dat durft nooit iemand te zeggen. Ik krijg wel altijd lachende gezichten bij de vraag. Misschien zegt dat ook wel wat. Heel vaak doen we deze testen en ik denk dat het altijd vergelijkbaar is. Vaak zitten we ergens tussen 2 en 3. Als we geluk hebben, iemand 4, heel zelden 5, komt bijna eigenlijk nooit voor. Maar het is wel leuk om te zien een beetje natuurlijk van waar zit iedereen. En wat zou dan ook je volgende stap kunnen zijn op het moment dat je een stapje verder wil. Nou, wat ik al zei, eigenlijk zijn we in Nederland al heel blij als we ergens op niveau 3 kunnen zitten. En een van de interessantste in dat niveau, dat is eigenlijk dat je met zekere regelmaat, dat je echt een continu programma gaat neerzetten in die organisatie. Een andere natuurlijk, hè, dat je in ieder geval zorgt dat het proces is ingericht en dat nieuwe medewerkers in ieder geval al bij introductie geïnformeerd worden over de geldende richtlijnen. Nou, dat zijn eigenlijk nog maar basisstapjes. En als je dat uiteindelijk gaat doen, dan hebben we het hier eigenlijk alleen maar over kennis. Alleen met kennis alleen bereik je eigenlijk niks. Dat is hartstikke leuk dat het er is. We noemen het bewustwording en training, hartstikke leuk. Een van de belangrijkste aspecten uiteindelijk om succesvol te worden, dat is die motivatie. Maar hoe zorg je er nou uiteindelijk voor dat mensen gemotiveerd worden? En het gaat dus wat mij betreft over intrinsieke motivatie. Het is allemaal heel leuk dat we denken van oh, als we het niet goed doen, dan worden we gestraft of ontslagen of krijg ik een hele grote bonus. Dat is allemaal excentrieke motivatie, is helemaal niet interessant. Eigenlijk wat interessant is, hoe zorg ik er nou voor dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om hieraan deel te gaan nemen? En daar komt langzamerhand het stukje gamification aan boord. En dat is eigenlijk de eerste waar we op een gegeven moment gaan inzoomen van ja, hoe kan ik nou zorgen dat mensen zeg maar zelfstandig deel gaan nemen aan zo'n programma en het ook belangrijk gaan vinden. Wat jullie hier op dit moment zien is eigenlijk een hele saaie plaat van mensen die noodgedwongen iets moeten doen aan lichaamsbeweging. En je ziet het al een beetje van oh, we moeten weer en zo. Hartstikke saai. Nu is de vraag natuurlijk, stel je voor dat je dit nou wat meer gamified zou aanbieden. Zouden we dan meer succesvol zijn in zo'n programma? En we gaan heel even naar een filmpje kijken.
Het mooie is, hè, want ik kom nu weer terug bij dit plaatje. Hier zie je nog steeds die mensen zitten. Pff, hier moet ik weer. Terwijl als je kijkt naar het filmpje, dan gaan mensen eigenlijk zonder dat je er moeite voor hoeft doen, gaan uiteindelijk zeg maar, zitten en fietsen en verbruiken ze diezelfde calorieën. Ditzelfde aspect hebben we op een gegeven moment ook gebruikt in onze eigen e-learning. E-learning, dat zeggen over het algemeen de mensen van, dat vinden we allemaal niet leuk, dat is allemaal niet gezellig, moeten we dat doen? Oh, we moeten weer. Het is weer een verplicht item. Terwijl we op een gegeven moment gezegd hebben, we willen een beetje afstappen van het feit dat iedereen denkt dat het moet. En zijn we uiteindelijk gamification gaan toevoegen en toepassen in de e-learning programma's. Wat jullie op dit moment zien is een voorbeeld van zeg maar een van de eerste modules die we op een gegeven moment uitbrachten. Dat is een phishing module. En 3-4 jaar geleden, toen gingen we in onze phishing module nog vertellen van ja, dit zijn de kenmerken, hier moet je op letten. En als je erop lekt, dan zul je uiteindelijk niet op een phishing mail klikken. En toen zagen we eigenlijk dat mensen daar helemaal niet heen geïnteresseerd waren. Nu is het zo dat we zeggen, we maken een hele interessante storyline. Je wordt, zeg maar, in het programma word je benaderd door een hacker en die zegt tegen jou, zullen we samen niet een phishing mail gaan maken? En laten we uiteindelijk, zeg maar, die medewerker die phishing mail ontwikkelen. En dan merk je langzamerhand dat mensen zeggen van, oh ja, ik score, dat vind ik heel leuk, krijgen we nog nieuwe modules. En ik weet wel dat het alleen nog focus op kennis is, maar we merken uiteindelijk wel dat die stok achter de deur minder nodig is, omdat medewerkers het al leuk vinden om te gaan doen. En dat helpt ons al heel veel om al in ieder geval die eerste motivatie te krijgen. Nou, hier hebben we nog heel even een start van het programma. Als jij wilt meer leren over phishing, snel een beetje geld bijverdienen zeker. Je kunt geen mail meer versturen die net zo goed geschreven kan zijn door een kleuter. Tegenwoordig maken we onze mails veel realistischer. Geen gekke teksten meer die vol zitten met spel- en typfouten. Ze zijn niet van echt te onderscheiden. Met grote bedrijven kun je flink binnenlopen. We richten ons op grote groepen medewerkers, maar ook op specifieke personen, zoals management of IT. Ik kan wel wat hulp gebruiken bij een aanval. Geïnteresseerd? Mooi. Ik stuur je meer info. Dit is een beetje zeg maar, het start van het verhaal en al verhaal vertellend zeg maar, word je aan de hand meegenomen en ga je uiteindelijk zeg maar, zo'n phishing mail maken. En als je dan kijkt zeg maar, wat de feedback is van medewerkers, dan zie je een beetje dat op een score van 0 tot 5 dat ze 4,5 geven als beoordeling. En uiteindelijk ook letterlijk tegen je zeggen van ja, hebben we nog meer op deze manier, want dit vind ik op zich wel, dat vind ik op zich wel aantrekkelijk. Nou, die gamification zeg maar, die zit niet alleen in de e-learning. Die kun je op heel veel manieren doen. Dat kun je op basis van escape rooms doen waar gamification in zit. Dat kun je op basis van VR doen waar een stukje gamification in zit. En om jullie een beetje te stimuleren zeg maar, vandaag om ook zeg maar, iets meer te gaan doen met gamification, hebben we in ieder geval op onze stand de brillen liggen. En op het moment dat je op de stand langs gaat, dan krijg je van ons zo'n bril. En dan kun je via de website, moet je even onthouden wat de URL is, krijg je van onze code. En kun je uiteindelijk zeg maar, als een soort demonstratie kun je de games spelen. En ook op het moment dat je zegt, nou ik zou die e-learning wel eens willen zien waar we het net over gehad hebben, kun je gewoon aanvinken en krijg je een demonstratiecode. Goed, dat was het eerste stapje. En nogmaals, we zitten nog niet zo heel hoog in die volwassenheidscurve. Maar de vraag is natuurlijk, ben ik er nou alleen maar met het zenden van kennis? En eigenlijk is het antwoord nee. Er is een flinke gap, een verschil tussen uiteindelijk wat mensen weten en wat ze uiteindelijk doen. Dus we moeten eigenlijk veel meer doen dan alleen maar een stukje kennis delen. Een van de belangrijkste dingen uiteindelijk is dat mensen eigenlijk ook moeten waarnemen hoe hun eigen gedrag is. Maar ze moeten vaak ook waarnemen wat er om hen heen gebeurt. Want die sociale omgeving waarin ze zitten is waarschijnlijk het meest krachtige wat er is om gedrag uiteindelijk te veranderen. Dat heeft heel erg te maken met sociale norm. En er gebeurt bij mensen eigenlijk twee dingen. Als mensen niet weten wat ze moeten doen, dan gaan ze kijken naar anderen. En gaan er vaak het gedrag kopiëren. Dat is één. Maar als mensen bijvoorbeeld wel weten wat er verwacht wordt, maar de omgeving om zich heen vertoont een bepaald type gedrag, gaan ze dat ook kopiëren. Dus die sociale omgeving bepaalt enorm hoe mensen uiteindelijk op die werkvloer gaan acteren. En daar kun je gebruik van maken. Het is eigenlijk nog erger. Ik denk dat je er gebruik van moet maken, omdat je anders geen gedrag verandert. Nou, sociale normen zijn heel erg belangrijk. En we kijken nog heel even naar een filmpje over wat dat doet met mensen. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear.
and you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use... group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Nou, we lachen er een beetje om, maar in principe lachen we natuurlijk om ons eigen gedrag. En het mooie is ook wel een beetje, je ziet die man letterlijk kijken naar die andere. Wat doet hij nou? Moet ik dat ook doen? En dit lijkt in principe fake. Ik weet dat Mindfuck heeft een tijdje geleden ook zo'n oefening gedaan, waar iedere keer hoorde een belletje. En als het belletje ging, stonden alle proefpersonen op. En op een gegeven moment zag je degene die daarbij geplaatst was, die ging ook mee opstaan en weer zitten. En zelfs toen de proefpersonen weg waren, toen bleef die dame ook opstaan en zitten, omdat ze al bijna geconditioneerd was. In de praktijk kunnen we hier heel erg veel gebruik van maken. En je ziet het ook om je heen. Dit is een voorbeeld van een energiebedrijf die dat doet. Die wil het energieverbruik in principe naar beneden halen. Dus ze plotten jouw verbruik eigenlijk iedere maand ten opzichte van al die andere mensen om je heen. En dat blijkt uiteindelijk een gunstig effect te hebben op het energieverbruik. Nou, hier zou ik nog heel veel voorbeeldjes van kunnen noemen. De Belastingdienst die doet het op dit moment ook. Als je een brief krijgt, dan staat er bijvoorbeeld in dat 70% van alle mensen in uw gemeente die heeft zijn belastingaangifte al gedaan. En dat die melding, zeg maar, dat de meerderheid in jouw omgeving al iets gedaan heeft, zet mensen kennelijk aan om uiteindelijk ook dat gedrag te gaan vertonen. Het heeft alleen ook een keerzijde, die sociale normen. Daar moeten wij met informatiebeveiliging ook rekening mee houden. Op het moment dat je een mooie omgeving hebt en er beginnen mensen, zeg maar, vuilnis naast de vuilnisbakken te plaatsen, dan blijkt uiteindelijk dat ook weer uit te lokken tot kopiegedrag. Hè? Dus op het moment dat je het verkeerde gedrag toont, dan blijken mensen dat ook te gaan combineren. Dat noemen we dan eigenlijk het boemerang-effect. Dus we moeten daar heel erg voor oppassen. Dat we niet een omgeving creëren waar mensen eigenlijk helemaal niet dat goede gedrag vertonen, want dan gaan andere mensen ook het niet goede gedrag vertonen. Nou, dit is wat wij in de informatiebeveiliging veel doen. We zeggen vooral angst en fear, uncertainty en doubt. We creëren heel vaak van kijk eens wat een rommel er is en niet meer doen. Dat is uiteindelijk niet zo heel succesvol. Wat je uiteindelijk veel beter kunt doen is dat je zegt, zoals hier met een Olympisch bekend persoon, dat je een autoriteit pakt en je laat in principe de autoriteit het goede gedrag vertonen. Dat is veel krachtiger dan als je alleen maar focust op het negatieve gedrag en eigenlijk alleen maar aantoont dat al die anderen het ook heel slecht doen. Dat helpt uiteindelijk niet. Die autoriteit is heel krachtig. En op het moment dat je naar een hoger volwassenheidsniveau wil, dan zie je eigenlijk dat het management commitment en management primair verantwoordelijk maken is een van de grootste winsten die je op een gegeven moment kunt krijgen. Dus je bent niet meer als security team of als CISO verantwoordelijk, maar je verschuift dat eigenlijk langzamerhand naar management. Nu is de vraag natuurlijk van als ik dat dan wil bereiken, kan ik daar dan ook een stukje gamification voor gebruiken of een stukje misschien een competitieelement. En dat doen we eigenlijk in de praktijk al. Wat wij vaak heel erg belangrijk vinden, dat op het moment dat we een management commitment sessie doen, dat we eigenlijk zeggen van nou, laten we nou eens naar die grote incidenten kijken.
Waar worden die door veroorzaakt? Nou, heel vaak menselijk gedrag. Maar wat is jouw rol daar nou in als management? En wat eigenlijk het meest krachtige is, dat die manager uiteindelijk zelf uitspreekt dat hij die rol heeft. En dat zichzelf laten ondertekenen, zeg maar die commitment uitspreken, dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Dat is eigenlijk het meest krachtige. Hoe doen we dat nou in de praktijk? Heel vaak doen we dat ook met een soort spelelement. We maken specifieke cases, hier een voorbeeld van bol.com. We stellen bepaalde vragen en doordat we die sessies interactief maken, vaak ook met stemkastjes, met een Mentimeter of een Kahoot, laten we die manager zeg maar interactief deelnemen in die discussie. En op het moment zeg maar dat dit besproken wordt, dan maken we daar nou ook wel een beetje een spelelement van A, B, C, D en wie heeft het goede antwoord en wie heeft niet het goede antwoord. Maar dat is eigenlijk allemaal niet zo interessant. Interessanter is dat die manager er actief mee bezig gaat en gaat nadenken over het feit van ja, alles wat hier gebeurt, dat is eigenlijk menselijk gedrag. En als we zeg maar met die oefeningen en een beetje dat spelelement bezig zijn, dan kunnen we langzamerhand eigenlijk tot de kern komen dat we zeggen, ja weet je, alles wat er eigenlijk gebeurt op die werkvloer, dat heeft eigenlijk gewoon te maken met hygiëne. En dat heeft helemaal niks te maken met rocket science. Daar heb je allemaal geen hele grote dikke firewalls voor nodig. Maar dat betekent wel dat we aandacht moeten besteden aan die medewerker. Dus in die sessies gaan we eigenlijk vanuit van ja, wat is nou die rol van die manager? En dit is voor ons dan wel uiteindelijk het eindresultaat waar we natuurlijk gaan neerleggen van dit is eigenlijk wat we van je verwachten. En doordat we in zijn gegaan van de incidenten, dat gerelateerd hebben aan het menselijk gedrag, die manager daarbij te betrekken, eigenlijk duidelijk hebben gemaakt dat het hygiëne-effecten zijn, leggen we eigenlijk deze verantwoordelijkheden neer bij dat management. En nou ja, goed, dan krijg je eigenlijk een soort van het major incidents, uiteindelijk dat die manager dat commitment uitspreekt. En dat blijkt eigenlijk in de praktijk heel positief te werken. Dit zit over het algemeen alleen nog maar op high-level management, raden van bestuur, topmanagement, waar we dit doen. Nou heb ik een hele andere uitdaging. Op het moment dat ik die verantwoordelijkheid neer wil leggen, dan komt het meestal bij lijnmanagement terecht. En een van de uitdagingen vaak is dat op het moment dat we een programma doen, dat we dan op een gegeven moment tegen die lijnmanager zeggen van ja, maar spreek nou eens die mensen een keer aan of neem dit nou eens een keer mee in een werkoverleg. Maar het is altijd een beetje de vraag van hoe krijg ik nou dat lijnmanagement aan boord? Vroeger was het zo dat als wij bijvoorbeeld e-learning programma's deden en we rolden dat uit, dan gingen we aan het eind van een week, weet ik veel, ongeveer een week, gingen we een rapport sturen naar de managers. En dan zeiden we, die managers of die medewerkers van jou, die hebben dat programma nog niet gevolgd, die hebben de e-learning nog niet gevolgd, die hebben nog niet deelgenomen. En wat je dan eigenlijk iedere keer zag, is dan gingen we eigenlijk op een negatieve manier aandacht besteden alleen maar aan de mensen die het eigenlijk niet goed deden. En dat werkt eigenlijk helemaal niet zo positief. Dus hoe dachten we van hoe kunnen we nou dat gamified zeg maar principe nou toepassen richting die lijnmanagers? Lijnmanagers die zijn enorm gevoelig voor competitie. Die kijken naar elkaar, die willen niet onderdoen voor die anderen. Dus we hebben gedacht van hoe kunnen we nou dat competitie-element wat meer zeg maar richting die lijnmanagers gebruiken? Toen zijn we afgestapt van de negatieve rapportages. En we zijn op een gegeven moment alleen maar rapportages gaan maken over de best performende afdelingen. Dus we maakten rapportages. Dan zeiden we van, nou ja, dit is het totale overzicht van het hele bedrijf. Die afdelingen die doen het heel goed, want 80% van die afdeling die heeft het al gedaan. En als je niet goed performde, dan kwam je helemaal niet in die rapporten terecht. Dus op een gegeven moment gingen die rapporten naar al die managers. En die hadden op een gegeven moment zoiets, ja, maar waarom sta ik niet op de lijst of op die lijst? En toen hadden we zoiets, ja, je afdeling heeft het misschien nog niet zo goed gedaan. Misschien moet je toch nog eens een keertje met je medewerkers in gesprek. Maar dat zijn in ieder geval de goed performende afdelingen. En dat werkte ontzettend krachtig. Daar waar we dat gingen doen, dat bleek op een gegeven moment dat 95% van al die mensen hadden dat gedaan. Terwijl in een normale bedrijf, zeg maar, hadden we op een gegeven moment 60-70% van alle medewerkers die deel hadden genomen. Dus dat competitieve element, zeg maar, eigenlijk ook een beetje gamification, werkte zeg maar, bij die lijnmanagers heel krachtig. Ook hier zie je weer, hè, in ieder geval focus op positief gedrag. Gebruik maken van die sociale norm, wat uiteindelijk bij ons dan uitmondt in een soort competitie. En uiteindelijk zie je dat die managers hun verantwoordelijkheid oppakt. Nou, we hebben net eigenlijk al gezien dat eigen gedrag heel belangrijk is. Maar heel veel van wat wij doen in de informatiebeveiliging is helemaal geen beredeneerd gedrag. Dat is eigenlijk automatisch gedrag. We denken vaak helemaal niet na over wat we de hele dag doen. En dat, zeg maar, dat automatisch gedrag, dat is eigenlijk best wel moeilijk te onderbreken. En de enige manier om dat te doen, dat is eigenlijk op een gegeven moment dat automatische gedrag op een of andere manier te verstoren. En daar hebben we in de praktijk best wel wat mooie voorbeelden van.
Een voorbeeld bijvoorbeeld is, je rijdt veel te hard een bebouwde kom in en het eerste wat er gebeurt is dat bordje dat begint te knipperen. En dan denk je bij jezelf, oh ja, ik rijd te hard. Ik moet misschien eens eventjes een beetje de rem indrukken. Nou, dit is bijvoorbeeld best wel een mooi voorbeeld. Je staat onder de douche, hartstikke lekker warm. Als je geen shiatje krijgt, sta je een half uur onder de douche. Nou, dat willen we misschien niet. Dus hebben ze een douchekop gemaakt die na 5 minuten begint te knipperen. Op het moment dat je langer dan 5 minuten onder de douche staat. Op zich, ook hier weer, wordt er een knip gelegd tussen dat automatische gedrag van oh, ik sta lekker onder die douche en ik blijf lekker staan. En die laatste is een voorbeeld van op het moment dat je apparaten aan laat staan, dan verbruiken ze nog stroom. Dus er zijn heel veel initiatieven die zeggen van nou, zorg er nou voor dat die stroom niet verbruikt wordt. Maar ja, normaal is dat niet inzichtelijk. Dus dan hebben ze op een gegeven moment hebben ze een kabel gemaakt en die kabel die ligt op als er nog stroom verbruikt wordt door de apparaten. Dus zo word jij er voortdurend aan herinnerd dat er eigenlijk nog apparaten aanstaan die stroom verbruiken. Ook hier geldt weer, het is geautomatiseerd gedrag, wat je normaal niet ziet, maar wat op dit moment zeg maar dan wel inzichtelijk wordt gemaakt. Nou, dan is het natuurlijk de vraag van hoe vertalen we dat naar informatiebeveiliging? We hebben hier een voorbeeld van een mystery guest bezoeker. En tot een aantal jaren geleden hadden wij heel veel vragen van bedrijven, kun je niet een mystery guest bezoeker bij ons loslaten die kijkt of die binnen kan komen? En nou, dat deden we ook. Maar ja, wat bewijs je dan eigenlijk? Maar eigenlijk het enige wat je dan bewijst is dat wij hele goede mystery guest bezoekers in dienst hebben die altijd binnen kunnen komen. Maar wat heb je nou veranderd en wat heb je nou uiteindelijk bereikt? Ja, waarschijnlijk niets. Behalve dan dat je tegen iemand kunt zeggen, nou die mystery guest bezoeker van dat bedrijf kon in het bedrijf binnenkomen. En in principe heb ik nog nooit een bedrijf gehad waar we niet binnen konden komen. Dus dat is uiteindelijk natuurlijk niet datgene wat je wil veranderen. Wat je wel wil veranderen bij een mystery guest bezoeker is testen of de medewerkers die in dat bedrijf rondlopen uiteindelijk die mystery guest bezoeker aanspreken. Of die vreemde bezoeker of degene die daar niet hoort. Dat betekent dus eigenlijk dat die benadering die, zeg maar, die we altijd deden misschien helemaal niet zo'n goede was. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, hoe kunnen we dit aspect nou omvormen in een soort game, in een soort competitie element? Kunnen we uiteindelijk niet gewoon aankondigen dat er een mystery guest bezoeker komt, ergens in de komende maand gaat die komen. We maken er een game of een competitie element van. Die bezoeker straks gaan we ook aankondigen. Ja, die gaat misschien een hele dag rondlopen. En by the way, als jij degene bent die mystery guest bezoeker aanspreekt en naar de receptie begeleidt, dan krijg je een taart. Dan hebben we er een game van gemaakt. Dan hebben we er een competitie van gemaakt. De grap is, zeg maar, bij dit soort bedrijven waar dat gebeurt, voordat die mystery guest bezoeker daar al is geweest, wordt iedereen al aangesproken, zeg maar, die daar niet thuis hoort. Dus je zag eigenlijk onmiddellijk al dat door, zeg maar, het gamification element en het competitie element, dat mensen al het gedrag begonnen te vertonen wat je eigenlijk wilde. En ook hier geldt weer voor geen focus op negatief gedrag, maar focus op positief gedrag. Uiteindelijk hebben we dan ook taarten uitgedeeld, wordt dat in een hele grote ruimte, wordt dat gedaan, wordt dat gecommuniceerd, wordt dat breed, zeg maar, binnen dat bedrijf gecommuniceerd. En merk je dat het eigenlijk een heel positief effect in dat bedrijf heeft. Nou, als we dan echt naar het laatste niveau willen en echt op een gegeven moment zeg maar die medewerker er echt bij willen gaan betrekken, de medewerker centraal stellen en echt wil gaan focussen op, nou, ik ga de medewerker erbij halen, ik wil echt effectieve gedragsverandering. Dan zit je een beetje op dat laatste niveau. En hier heb ik een voorbeeldje van een campagne van Douche Lief. En eigenlijk dan de vraag aan jullie is, denken jullie dat deze campagne succesvol was? En ik zie wat neeschuddende hoofden en dat klopt ook. En de reden waarom die niet succesvol is, omdat hier eigenlijk wordt gezegd dat de meerderheid van de groep de sociale norm is dat je je middenvinger opsteekt tegen de inspecteur. Dat is het standaard gedrag wat wij kennelijk met elkaar allemaal vertonen. Dus je focust eigenlijk op het gedrag wat je helemaal niet wil zien, maar wat kennelijk wel de meerderheid doet. En als je dat weer vertaalt naar informatiebeveiliging, dan zie je bij ons in ons vakgebied heel vaak, we doen een phishing test en 70% van de mensen die heeft op die mail geklikt. Wat denk je wat er in hun hoofd gebeurt als je aan de medewerker communiceert dat de meerderheid van het bedrijf op een mail heeft geklikt? Dan denkt iedereen, nou ja, het zal wel een hele moeilijke mail zijn geweest, de rest heeft het ook gedaan, ik heb het ook gedaan, swa. Weet je, kennelijk is het normaal gedrag. Het is dus in principe iets wat je totaal niet wil hebben. Wat we op dit moment gedaan hebben is gekeken hoe kunnen we nou die medewerker erbij betrekken en hoe kunnen we nou uiteindelijk focussen op positief gedrag. En een van de aspecten zeg maar, die we daaruit ontwikkeld hebben is dat we een phishing battle hebben gemaakt. We hebben gezegd van nou laten we nou samen met groepjes medewerkers sessies van 2 uur gaan kijken van
ga nou eens nadenken over je eigen bedrijf. Kijk nou eens rond. Hoe ziet die organisatie eruit? Als je zelf nou eens zo'n scenario zou maken, hoe ziet nou zo'n scenario eruit? En welke afdelingen zijn gevoelig? Welke afdelingen zou jij nou aanvallen? En als je dan gaat denken over zo'n afdeling, bijvoorbeeld de IT-afdeling, de algemene medewerker, management, wat zou je dan als scenario verzinnen? En doordat je eigenlijk de medewerker zelf in die rol gaat stoppen van bad guy, meedenken, ontstaan er hele creatieve ideeën. En zie je ook een beetje dat heel vaak die testen die je aan het doen bent, die worden heel negatief gezien. Maar ja, op het moment dat de medewerkers het zelf beginnen te verzinnen en zelf met scenario's opkomen, dan blijkt het in één keer een hele interessante competitie te worden. Wat we dan meestal doen is dat ze uiteindelijk zeg maar echt op basis van een soort game canvas gaan ze scenario maken. Dat bedenken ze in principe allemaal zelf. Dan moeten ze meestal nog wel een beetje controleren natuurlijk dat de fake domeinnamen die ze hebben, dat dat ook allemaal klopt. Hè. Dus meestal laten we ze nog wel even opzoeken van wat je bedacht hebt, is dat ook vrij? Kunnen we dat wel bouwen? En dan gaan we dat uiteindelijk bouwen. Kijk eens aan. Niet slecht voor een broekie. Ik zet het bedrijfslogo nog in de handtekening en we zijn klaar. Nu denken ze echt dat een mail van hun eigen helpdesk komt. Op het moment zeg maar, dat we de scenario's gebouwd hebben, dan laten we dat meestal los op een organisatie. En dan merk je eigenlijk al, dan ontstaat er al bijna een soort competitie in dat bedrijf waar iedereen zit te wachten. Hoe heeft hij het van ons gedaan? En heb je wel of niet op die mail geklikt? En wat ik dan ook wel positief vind, meestal beginnen alle collega's al tegen elkaar te zeggen, ja pas op hoor, want ik heb een testmail gehad en je moet er niet op klikken, het is een phishing mail. Waar vaak in een organisatie wordt geroepen van, bij al die phishing testen, nou vertel het niet aan je collega, want het is een test, wat je dus eigenlijk helemaal niet wil. Zie je in dit soort gamification, zie je nou net wel gewenst gedrag, dat collega's tegen elkaar beginnen te vertellen dat er een phishing mail de ronde doet en dat je er niet op moet klikken. Dat is gewenst gedrag. Je wil nou net dat collega's elkaar gaan informeren. Je wil eigenlijk helemaal niet dat als er een phishing mail binnenkomt dat iedereen zegt, nou star, niet vertellen hoor. Vooral niet vertellen. Dan kan die collega wel op die phishing mail drukken. Dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. Dus we focussen vaak helemaal niet op dat positieve gedrag. Uiteindelijk wil ik het afronden. Zenden van kennis is leuk, maar niet voldoende. Het hangt er heel erg vanaf waar je in het voorzetsmodel zit en of je uiteindelijk door wil groeien naar die hogere curve. Motivatie is misschien wel het allerbelangrijkste. En zorg ervoor dat je snapt dat die sociale norm in de organisatie misschien wel alles bepalend is voor het gedrag wat die medewerker uiteindelijk gaat vertonen. Kijken we nou echt zeg maar, waar we uit willen komen, maar ook een beetje naar de voorbeelden die we vandaag hebben laten zien. En ik heb een half uurtje, dus ik heb niet echt veel tijd om hierop in te gaan. Dan zie je eigenlijk dat je dat al in je continue educatie kunt verstoppen, het stukje gamification. Dat door die interactieve sessies je dat ook mee kunt nemen, zeg maar richting je management commitment. We hebben uiteindelijk gezien dat via dat lijnmanagement en dat competitieelement je ontzettend veel draagvlak krijgt uit je organisatie. En op het moment zeg maar, dat je die medewerkers echt gaat betrekken bij zo'n programma, dat je uiteindelijk ook wel ziet dat het veel meer gedragen wordt door de medewerkers en dat het ook echt tussen de oortjes komt. Nou ja, dat was mijn presentatie voor vandaag. Ik had al aangekondigd dat ik 3 minuten te laat zou zijn. Nou, dat is hem. En dan heb ik toch misschien al heel even tijd voor wat vragen. Dus mochten jullie die hebben, dan kan dat nu nog. En daar heb ik wel een microfoon voor nodig, want er zitten kennelijk mensen online. En die kunnen jullie niet horen. Wie wil er nog een vraag stellen? Dat is natuurlijk degene die het verst weg zit. Helemaal achter in de hoek. Dan moet ik het meest lopen. Hoe lang duurt het taarteffect in een organisatie? Dus je hebt die taart uitgegeven, het spel is voorbij. Hoe lang blijft dat effect hangen? Ja, dat is altijd het mooie natuurlijk, van als je dan uiteindelijk iets doet, van hoe lang is dan die effectiviteit van zo'n... dat hangt eigenlijk vanaf hoeveel je gedaan hebt. Normaliter zeg maar, is dat binnen een aantal maanden bij wijze van spreken weer weggeëpt. Maar wat ik wel merk, is dat daar waar je op een continue basis zeg maar, met medewerkers aan de gang bent, dat inslijten, dat tussen de oortjes komen, dat werkt op een gegeven moment door. En dat ebt eigenlijk niet meer weg. Dus hoe meer van dit soort activiteiten je eigenlijk doet, en dan heb ik het echt over meerdere jaren, hè, want dit soort zaken doe je natuurlijk niet iedere week, want het is veel te arbeidsintensief. Dan merk je wel dat het tussen de oortjes komt en dat het bij mensen echt wel landt. Maar je hebt wel gelijk, na een paar maanden is dat misschien weer weg.
En dan doe je weer een andere activiteit. Het is wel zo dat we over het algemeen zeggen, probeer 1 of 2 praktijktesten op een jaar op de agenda te zetten. Dus ga niet bij wijze van spreken alleen maar focussen op kennis delen en trainen en bewustwording. Maar probeer eigenlijk ieder jaar een paar van dit soort praktijktesten erop te zetten. En dan merk je toch wel dat het langzaam insluit. Andere vragen? Hallo. Ik heb toch een beetje twijfel over de grens tussen intrinsiek en extrinsieke motivatie. En waarom is dat? Nou, als ik het eerste filmpje zag van die dames, dan denk ik van ja, dat is voor mij extrinsieke motivatie, niet intrinsiek. En de vraag is natuurlijk van, wanneer zie je dat effect ook verschijnen? Dat is dat het intrinsiek gemotiveerde mensen inzien dat ze inderdaad hun gedrag moeten veranderen. Of is het alleen maar om de taart te krijgen? Ik denk dat het een goede vraag is. En ik denk ook, als je goed kijkt, zeg maar, waar we die initiatieven hebben... Nou, de vraag was eigenlijk van, als je kijkt naar de eerste filmpje, is dat eigenlijk wel intrinsieke motivatie? En is het eigenlijk niet excentrieke motivatie? En ik denk dat dat wel klopt. Want je ziet het ook al een beetje waar het zit in het volwassenheidsniveau. Voor een deel is het misschien wel een excentrieke motivatie. Want je zit nog helemaal in het begin van hoe zorg ik er nou voor dat mensen eigenlijk gaan deelnemen. En dat zegt nog helemaal niks over het feit van vind ik het nou heel belangrijk voor mijn organisatie. En dat klopt wat je zegt. Maar je ziet wel, doordat je op deze manier zeg maar, met die medewerkers aan de gang gaat. Dat op het moment dat je dat een aantal jaren doet. Dat wel degelijk op een gegeven moment die vraag van die medewerker komt. Ja, maar wij vinden het gewoon belangrijk omdat dat belangrijk is voor onze klant of onze business. En alsjeblieft help ons veilig gedrag te vertonen. En ik weet wel dat dat niet onmiddellijk gebeurt. En ik weet ook wel dat dat niet onmiddellijk gebeurt als je 1 keer een game speelt. Maar ik merk wel bij mijn klanten op, zeg maar, daar waar iemand begint, zeg maar in die eerste fases, dat het er nog niet is. Maar daar waar mensen zeg maar, een aantal jaren op een goede manier bezig zijn met zo'n programma, dat het op een gegeven moment wel komt. En dat wordt niet alleen maar veroorzaakt door 1 game die je bij spreken speelt of een e-learning die je speelt. Je moet volhouden en het kost tijd. En taarten. Ja, maar als het dan bij een taart blijft, dan valt het heel erg mee. Zijn er nog andere vragen? Geen? Dan wil ik jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor de aandacht. Als je nog een VR-bril wil hebben, dan zou ik jullie willen vragen om naar de stand te gaan met de blauwe ballonnen. Want die zie je daar links achter in de hoek. Wil er iemand nog een folder meenemen? Die heb ik hier liggen. Het liefst heb ik eigenlijk gewoon dat jullie allemaal naar de stand komen en waar we een gesprekje kunnen doen. Wie je bent, wat je zoekt, waarbij ik je kan helpen. Dat levert mij het meeste op, denk ik. En anders hoop ik jullie graag in de toekomst weer een keer te zien. Dankjewel.